Op 20 maart mag je weer naar de stembus. Je kunt dan volksvertegenwoordigers kiezen voor je provincie. Hoe meer inwoners je provincie heeft, hoe meer volksvertegenwoordigers. In totaal zijn er in Nederland 570 leden van de Provinciale Staten. Niet alleen provinciale politici voeren een campagne, ook landelijke politici gaan op pad. En naast het besturen van de provincie hebben onze statenleden namelijk nog een andere taak. Ze kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Die controleren de regering en hebben het laatste woord over nieuwe wetten. Voor een kabinet is het dus erg handig om in de Eerste Kamer een meerderheid te hebben. Anders moeten ze namelijk bij ieder plan aankloppen bij de oppositie. Het kabinet van Rutte heeft nu net een meerderheid, 38 van de 75 zetels. Maar volgens de huidige peilingen raken ze die kwijt. Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten doen veel verschillende partijen mee, landelijke en regionale. Sommige landelijke partijen doen voor het eerst mee, namelijk DENK en Forum voor Democratie. Al die partijen maken kans op een zetel in de provincie en dus op een stem voor de Eerste Kamer. Als het kabinet daar straks inderdaad zijn meerderheid verliest, betekent dat trouwens niet dat het helemaal niks meer kan. Rutte zal dan steun voor zijn plannen zoeken bij partijen van de oppositie. En dat is hij wel gewend. Met zijn eerste twee kabinetten had hij ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar zover is het nog niet. Pas in mei weten we zeker hoeveel zetels iedere partij in de Eerste Kamer krijgt.